Hola jongens, het is vandaag. Welke dag is vandaag? Maandag. En dus ik ben op dit moment. Welkom bij de vlog. Welkom bij de vlog van Jocelyn Shim. We zijn even bij de Hermitage Mall om geld te wisselen en een simkaart te kopen. Ik heb eindelijk internet. Maar ik had al internet. Ik zie jullie even verwaarloosd, maar ze komt eraan. Ik had al internet, zorgen dat we gewoon wifi thuis hebben, maar wij hadden geen internet, dus ja. Goed, wat gaan we nu doen? We gaan nu eten halen voor een verwende tante, die niet zelf kan. Oh mijn god! Maar goed, we gaan dus nu eten halen en ja, verder zien we wel. Gaan we gewoon sowieso weer naar binnen, denk ik. Maar straks komt allemaal familie. Ik ben hier met mijn oompie, die hebben jullie nog niet gezien. Ja. Stel jezelf voor. Nana. Is Nana, hè? Die ondeugende Nana. Nana. En tante Asje. Nana is die ondeugende. Ja, onze mooie stijl van Om Nano. Om Nano. Iedereen kent Om Nano. Iedereen kent Om Na. Nana. Ja. Heel mooi. Maar goed, jongens. Ik pak jullie er later weer bij. Nee, 160 zei ze toch? Oké. Krasje. Hi papi. Oké, prima. Welkom bij de vlog van Jocelyn. We zijn nu in Kirpelaar. Kirpelaar! En we zoeken een stoel. Wat zoeken we? Een pangie. We zijn met tante Asje. Tante Irma. En tante Eike. Ja. Tante Eike is voor het eerst op de vlog. Oh ja, tante Eike is voor het eerst op de vlog, jongens. Zo, we gaan er even voor stellen. Tante Eike. Tante Eike. Iris. Ze heet eigenlijk Iris, jongens. Die zit er niet. Ja, ja. Dat heeft geen zin in ons. Kijk, dit staat hier maar. Waar? Ik heb er niet aan laten praten. Ja, ik ben er. We zoeken een stof. Een mooie stof. Ja, toch? Dit is het. Ja, klopt. Oh, dat is pretty. Ja, maar jongens, ik weet niet waarom het niet scherp stelt. Dus ik dit voor me kopen? Want me have money. Smassa have money, altijd de tak die have money. Me have money, is scared. Dus keer dus alle vloggers door neer. Brigaila, fashion fave. Hier op fave. Gala. Ik lach niet, hè, jongens. Ik lach niet. Brigaila, fashion fave. Als jullie allemaal doneren, kan ik een stukje stof. Goedemorgen, jongens. Het is inmiddels woensdag. Ik weet niet meer wat ik allemaal had gevloggen laatst. Ik ben ook echt super slecht aan het vloggen. Maar, ja. Ik ben natuurlijk nog steeds in Suriname en het is sommige dagen echt heel kut hier en sommige dagen, ja, kunnen we gewoon weer lachen met elkaar. Maar goed, vrijdag is de begrafenis van mijn oma en morgen is er Singinitti of ik weet niet of het zo heet, maar volgens mij zeiden ze dat, en Brokkodee of zo. Ik weet niet, dat. Dus ja, we zijn nu gewoon bij ons appartement. We wachten op een taxi om naar mijn oma's huis te gaan. En ik moet om 11 uur mijn wimpers doen. Het is nu al 9:45. Ik denk echt dat ik te laat kom. Ik moet in mijn brigade moet gaan bellen als die taxi lang gaat doen. Want brigade en ik gaan samen onze wimpers doen. Ik ben benieuwd. Want dat meisje die onze wimpers gaat doen, ze heeft maar één lengte. En dat is 15 mm. En ik doe normaal altijd mix. Gewoon zeg maar een mix van lengtes. 12, 13, 14 en 15 of zo.
Of wat is 13, 14, 15? Ik weet niet, maar zoiets. Maar goed, ik heb ook bijna geen stem meer. Ik ben nog steeds ziek. Elke ochtend gewoon super veel slijm. Is not nice. Maar goed, het is hartstikke heet. Ik zit hier even op het balkon in mijn eentje. Want ik word gek van mijn zusje en Jeremiah. Ja. Goed, ik zie jullie straks weer bij mijn wimperafspraak misschien. Ja jongens, ik ben weer bij mijn oma en mijn wimpers zijn gedaan. Oh, party. I like it. Het is echt natuurlijk gebleven. Brianna heeft me geloest. Ze is, ik weet niet waar. En nu vindt ze dat iemand me naar de toe moet brengen. Oh, staan we steeds bij de tattoo shop. En ik moet ook een, mijn tattoo gaan dingen zo. Maar nu weet ik niet wie me kan brengen. Probleem. Als ik pijn krijg, gaat het smak komen. Wat gaat er uit je neus komen als je... Finish. Kom eens naar voren. Deed het pijn? Nee. Ja, nee. Hallo.
Goeiedag jongens, het is vandaag zaterdag. Het is de dag na mijn oma's begrafenis. En ja, gisteren was echt een hele zware emotionele dag. Ik heb niet heel veel gevlogd, maar ja, de beelden wat jullie hebben gezien, dat is gewoon wat ik toepasselijk vind om te laten zien. En vandaag, ja, doe het gewoon rustig aan. Ik ben nu met Jeremiah in een appartement. Dus even aan het wachten op de taxi. Ik heb echt net 2 minuten geleden, of 1 minuutje zelfs, geleden gebeld. Want ik ging eens even brood eten. En ik denk dat we vandaag ook gewoon even bij mijn oma thuis gaan slapen. Want mijn nichten en zo zijn ook gewoon allemaal daar. Maar goed, de planning voor today, ik weet het allemaal nog niet. Ik zie het wel. En als we nog iets bijzonders gaan doen, dan neem ik jullie of course mee. Trouwens, kijken jullie hoe mijn tante er nu uitziet. Het is al aan het, hoe heet dat, vervellen of zo. Ja, ik wil het al eraf krabben zelf, hè. Maar that's not a good idea. Goed. Ik heb ook eindelijk weer mijn haar gewassen. Al het zweet en zo eruit. Because I was so done after that week. Maar goed, jongens. Ik pak jullie er straks weer bij. Goeiedag jongens, laat me dit even uit de weg halen. Ja. Goeiedag jongens, het is weer een nieuwe week en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en weet je wat doen deze kinderen? We zijn, dit is mijn tweede week in Suriname en mijn laatste week. Mijn moeder en zo blijven langer, dat had ik volgens mij al gezegd toch? En vandaag, oei, het gaat helemaal mis jongens. Vandaag ga ik even langs de mall, want mijn oplader is op een magische wijze stuk gegaan. Ja? Oh shit, onze taxi is er. Ik kom eraan! Ik pak jullie zo weg. Ik wil ook slush. Ik wil slush, puppy. Ons heb ook zo fijn. Oké, give me mine, please. Gaat ze eerst Jeremiah geven hoor. Thank you. Thank you very much. Lekkere slush, jongens. Oh, ik denk dat jullie al hebben gezien dat jullie mooi zijn, toch? Ja, anders zijn jullie niet scherp. We gaan nu ook even naar de apotheek, want de gietje moet naar de apotheek. En daarom moet ik nog wel terug kopen, want mijn internet is op. Much later. I'm outside in an AMG, right outside, TT. Two turn baby girl, you know me. Still with the dogs that I put beside. All the niggas around me, Friday guys. Gotta watch the time, cause it's flying right by. I'm outside in an AMG, right outside. Welkom bij de vlog van Jocelyn. Niet weer welkom. We gaan nu een andere cocktailtje halen. Een iets sterkere cocktailtje. Niet zo, dacht aan denken dat we alcoholistisch zijn. Oh nee, maar deze was siroop toch? Ja, die van Brigalle was siroop. Nou jongens, we gaan naar de andere cocktailbar, want deze cocktailbar was niet zo denderend. Denderend. Dus ja. Ik weet niet waar we gaan, Brigala weet het. Geef mevrouw Suriname. Ik ben de gids. Wat van Lily? Corona. Wat vonden jullie van die cocktails, jongens?
Hoor deze, het was goed hoor, want de cocktail was zout. Shisha was slecht. Shisha was slecht. Slechte shisha. Van die bar, dat mam zat. Oh wow. Later that same evening. Mensen, koteki kore watra na barbecue bar, koteki. Opnieuw. Koteki kore watra na barbecue bar. Kroi watra hoor. Slim rokok ya? Nanti jadi di tempat pos. With the dogs that I grew beside, all the niggas around me, Friday night. Nou, het was hartstikke gezellig bij die barbecue bar. Heet dat zo? Ja, die barbecue bar, jongens. Als jullie in Suriname zijn en jullie willen cocktails drinken, ga naar barbecue bar. Hartstikke gezellig. Er was daar geen shisha. Maar die cocktails, mucho bueno. Ik ben nu bij die appartement. En ik ga lekker douchen en mijn bed in, because zie je hoe wild mijn haar is. Ik heb genoten van die laatste cocktails, oké? En de cocktail die je moet bestellen is Croy Watra. Ja, sowieso nog een dag voordat ik weer terug ga naar Nederland. Because it's mucho bueno. Super, super goed, oké? Maar goed jongens, ik zie jullie morgen. Hello guys, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag. Welke dag is vandaag? Dinsdag of woensdag toch? Wacht. Dinsdag. Het is vandaag dinsdag. En we zitten al een kwartier of langer taxi's te zoeken. We kunnen geen taxi vinden. Ze kunnen ons niet rijden, zijn niet beschikbaar. Of ze nemen gewoon hun telefoon niet op. Ik weet niet wat de hel aan de hand is. Maar ik vind het echt niet leuk, want ik ben echt ready om naar huis te gaan. Ik heb honger, jongens. Ik heb honger, honger, ik niet honger. Ik hoef gewoon naar buiten. Ik heb honger. Ik heb een tijd thuis. Ik heb honger. Maar goed, we gaan even en wat verder. Wat heb jij per chili? Ik heb honger. Oké. Zij voelt mij. Dan ik moet dan wat eten hoor. We gaan even doorbellen. En dan zien jullie wel of we gaan eten. De grote bosbrand die daar inmiddels 5 dagen woedt. Er is de brandweer niet gelukt om de verspreiding van het vuur naar het Wat eten? Wat die mevrouw net in de hand. Ja, papa is. Ik die met zijn dingen. Mama. Lekker? Ja, heerlijk. Welkom bij de vlog van Jocelyn Shin. Meisje zegt in het Frans. Oh, dat was daar net. Nou jongens, een paar uren verder. En we gaan weer op stap. We hebben de hele dag binnen gezeten. Hoe laat is het nu? Oh, ik heb mijn horloge niet om. Ik had over de rand van de piste. Het is 5:09. En we gaan weer de stad in. Als je die flexbus wil. We gaan cocktails halen. Yeah.
vandaag woensdag. En ik ga lekker poddersiri eten. En ja, voor de mensen die weten wat het is, weten wat het is. Voor de die niet weten, ik kan het niet uitleggen, sorry. En ik zit hier naast tante Irma. Dat als je misschien kan jij ze uitleggen wat poddersiri is. Kijk, dus ik elke dag voor de Siri. Spaarse sap. Spaarse sap. Oh mijn god. Jongens, het is geen paarse sap. Kan je dan paarse sap niet eten? Je kan het drinken. Kijk, deze is een mond. Kijk zo'n mond. Voor de Siri. Maar goed, ik ga ook even lekker eten hoor, jongens. Hallo, goeiedag jongens. We zijn in de stad. Ik ben met Grashin, Journey en Specially. En we zijn hartstikke verdwaald hier in de stad. We zijn op zoek naar die meneer van die schaafijs voor de Popeyes bij Hotel Krasnapolski of zo. Maar we worden echt alle kanten opgestuurd dat het niet goed is. Dus we zien het wel. Het is hartstikke heet. Het is kort voor één. Especially valt bijna flauw daar in de zon. En ja, I'm burning. Ik smel het. Kijk iets hier. Ik smel het. We hebben trouwens allemaal haren gehaald. Want we denken dat we vandaag allemaal ons haar kunnen doen. We gaan het nog niet smerken. Zit die kant op? Ik denk die kant op. Nou jongens, we hebben het gevonden. Kijk hem daar. We did it by ourselves. 9 om 9 is 18 stukken. Ja. Hoeveel bakjes zijn van? Ik had 4 bakjes van, maar die bakjes zijn wel. Ik dacht, look at me, want 10. Dat heb ik gewoon naar onze meisje CB. En dat boel toch? Nee. Je hebt nog andere mensen die dat doen. Ja, zo doen dat. Rika, wat doe je hier? Nou, we zijn krabben komen kopen. Want de chefkok gaat krabben voor jullie klaarmaken. Wie is chefkok? Welkom bij de vlog van Jocelyn Sheen. Gaat ze dat weer zeggen? Biggie. No, dat snap. Biggie. Oh, jongens, we gaan dus krabu eten vandaag. Want chef. Is krabu. 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 Je bent in Suriname, hè? Is krabu. Het stinkt heftig, hè? Goed, chef kok Brigaila gaat het maken, dus ja, ik ben benieuwd. Nee, grapje, ze kan het echt lekker maken. Maar wat ze vandaag gaat doen, dat weten we niet. Het ruikt niet lekker hoor, het ruikt niet lekker, maar het is wel lekker. Het is wel lekker. Sorry. Het is inmiddels alweer uren verder, jongens. Ik ben nu in het appartement. Ik heb net echt super lekker gegeten. En het valt ook echt te zien. Like, ik heb overal alleen maar curry, masala, wat het ook is. En oh ja, jullie zien me ook meteen met een nieuwe kapsel. Ik ben mijn haar gaan doen bij een kapsalon. Ik vergeet hoe het heet. Maar het duurde echt allemaal veel langer dan dat ik dacht. Dus ja, het is nu laat. Oh, mijn loge is uit. Mijn loge is leeg. Maar ik denk dat het nu al iets van 12 uur is of zo. Even kijken of het licht zo goed blijft. Ja. Ik denk dat het iets van 12 uur is of zo. En ik moet mijn koffer nog inpakken. Want ik ga natuurlijk morgen vertrekken. Ik moet heel, heel vroeg opstaan. En rond... rond 7 uur... word ik opgehaald door een taxi om me te brengen naar hoe heet dat? Albina. En dan moet ik de boot pakken om op te steken naar Saint Laurent of zo. Saint Laurent. En dan weer in een taxi richting Cayenne. En dan kan ik eindelijk vliegen. Ik heb er zo geen zin in. Ik wil wel gewoon weg. Want ik heb het helemaal gehad. Ik kan niet met mijn haar ook, hè. Kijk, ik vond het eerst wel mooi, maar... Oh ja, letten jullie trouwens niet op die nagels van mij. Want ik heb echt geen tassen gek. Ik heb helemaal vergeten dat ik witte nagels had.
Maar ja, maakt niet uit. Ik ga weer terug naar Nederland en dan wordt alles gefixt. Maar goed, ja. Ik moet om 6:10 gaat mijn vlucht. En ik ben gewoon een hele dag kwijt. Terwijl mijn broer wilde trouwens nog mijn ticket veranderen. Zodat ik gewoon rechtstreeks terug kon naar Nederland. Maar dan kom ik te laat terug. Want dan zou ik zaterdag vliegen en dan kom ik zondagochtend aan. En zondag heb ik gewoon al ochtenddienst, jongens. Ik heb gewoon al een dienst gekregen. Ik moet werken, dus ja, dat gaat allemaal niet. Dus ga ik morgen gewoon ja, vertrekken. Ik ga niet meer moeilijk doen. God be with me. Granny be with me. Het komt allemaal goed, ook al ben ik in mijn eentje. Goed, jongens. Ik ga nu al deze rommeltjes van mij inpakken. En ga ik de douche in en lekker slapen voor die paar uurtjes die ik nog heb. Ik denk 4 uurtjes of zo. Like, ik zie er echt niet uit. Kijk hoe vies ik ben. I don't get it. Ik snap niks. Oh, trouwens, ik heb mijn haar... Ik heb niet verteld dat ik mijn haar heb gedaan. Ik heb mijn haar op laten vullen. En het doet echt pijn. Moet je eerlijk zeggen, het doet echt pijn. Mijn haar doet mijn hoofd doet echt pijn. Maar ik denk dat komt omdat mijn hoofdhuid echt super gevoelig is. En er zeg maar aangetrokken wordt en van alles. Is te veel pressure vandaag op mijn hoofd. Dus ik heb echt pijn. Ik heb net mijn zusje net ook laten insmeren voor me. En ja, ik ga er nu gewoon niet meer aan zitten. Even vastmaken. En de douche in. Ik ben trouwens ook echt niet gewend om zulke lange haren te hebben. Like, het is veel te lang voor mij doen. En ik weet niet hoe lang ik het zal volhouden in Nederland om het op te houden, maar... Ik heb al in mijn hoofd gezet dat ik het na een week die extensions eruit ga halen. Die wavebanen eruit ga halen. Dus ja, we will see. Anyway guys, ik zie jullie morgenochtend. Hallootjes! Nou, zoals je kunt zien, ik hoor dit niet bij de vlog dat ik nog in Suriname was. Maar, ik was aan het editen en toen zag ik dat ik het niet had afgesloten. Nou jongens, ik had het niet afgesloten omdat echt mijn terugreis was echt een hel. Was een hel! En ik beveel het echt niemand aan om zo te reizen, want no, the ghetto. Wat er met mij was gebeurd? Oké, ik ga jullie een snelle storytime geven, want... ik wil deze vlog niet langer maken dan dat het al is. En ja, ik wil me niet volproppen met al die negatieve energie weer. Van wat ik daar allemaal had. Maar goed, de dag. Ik ging dus over het riviertje naar Saint-Laurent. En toen werd ik daar opgehaald door de bus. Taxi, die mijn tante had geregeld en alles. En toen moest ik naar Cayenne. Kom ik aan Cayenne, bij het airport. Toen, ja, ik dacht, ik ga lekker inchecken. Ik ga met mijn koffer gewoon lopen naar die balie. Ineens komt de meneer naar me toe. En hij zegt, paspoort. Dus hij pakt mijn paspoort. Hij was van de, ik weet niet, van de politie, denk ik. Of geen politie, ik weet niet. Maar iets daar, wat daar controleert. Oké, dus hij pakt mijn paspoort. En hij zegt, hij geeft het aan een vrouw. En hij zegt tegen die vrouw, zeg maar tegen haar, maar ja, natuurlijk in het Frans. Hij zegt tegen haar van, zeg maar dat ze niet gaat reizen vandaag. Dus die vrouw zegt dat tegen mij en ik zeg, pardon? Hoe bedoel je, ik ga niet reizen vandaag? Ze zegt, ja, ik weet het niet, maar hij zegt, je gaat niet reizen vandaag. Je moet eerst een paar testjes gaan doen voordat je mag reizen, blablabla. Ik zeg, wat voor test? Ze zegt, ja, je moet eerst een urinetest gaan doen. Ik zeg, luister dan, ik doe elke test die jullie willen. Want jullie moeten niet denken dat ik een van die mensen ben die dingen hier zo komt doen. Ik ben hier omdat mijn oma is overleden en ik wil hier helemaal niet zijn. Absoluut niet. Oké, dus die vrouw zegt, ja, ik weet het niet. En ik zeg, ja, maar luister, hij kan niet gewoon zomaar zeggen tegen mij dat ik hier ga blijven. Want ik ga niet hier blijven. Ik zeg, waar moet ik die test doen? Gaat er iemand met mij meelopen of wat? Jongens, niemand ging met mij meelopen. Ik moest zelf gaan zoeken waar ik de test moest doen. Like, the ghetto, nogmaals. Oké. Uiteindelijk ben ik naar buiten gelopen. Heel boos, heel kwaad, heel verdrietig. Like, I'm a big baby. Like, hoezo doe je me dit aan? Maar goed.
ik mijn tante natuurlijk bellen, helemaal getraumatiseerd en dramatisch. En helemaal klagen over dat ik zelf een plek moest gaan zoeken waar ik test moest gaan doen. En uiteindelijk heb ik die soort een politiebureautje van ze gevonden. En toen ben ik daar binnengekomen. Toen zei die mama, doe je hier? Toen zei ik, ja, ik heb gehoord dat ik een test moet doen. Ik mag niet inchecken en dit en dat. En hij zegt, ja, wie zegt dat? Ik zeg, ja, de politieagent die daar staat. Oké, dus hij zegt tegen mij, ja, wat doe je hier in Cayenne? Dus ik leg hem allemaal uit en zo. Oké, hij zegt, ja, heb je bewijs over het begrafenis en dit en dat? Ik zeg, ja, ik heb alle bewijs. Ik wijs hem al die foto's, ik wijs alles. Hij zegt, oké, je hoeft geen test te doen. Ga maar weer terug, ga maar je vliegtuig pakken. Dus ik denk, what the fuck is going on? Oké. Mind you, even pauze. Dit was de dag dat, het was zeg maar een week na mijn oma's begrafenis en dan hebben we ID. Ja, dat hebben wij gewoon. Ik weet dat ik jullie nooit echt iets goed kan uitleggen van wat Surinaamse dingen betreft, maar sorry guys, sorry. De meeste mensen, ik hoop dat de meeste mensen naar mij kijken wel weten wat het is. Maar dat is gewoon dus, dat is gewoon een week na de begrafenis. Dan komt iedereen weer bij elkaar en dan, ja, dat, zoiets. Oké, die dag ging ik dus weg. Iedereen vond het al heel raar dat ik die dag wegging. Ik heb zelf mijn dag niet gekozen, ja. Mijn broer heeft alles gekozen. Waarschijnlijk had hij niet eens door dat het ID van mijn oma was. En dat ik dan eigenlijk niet weg hoorde te gaan. Maar goed, ik ging uiteindelijk gewoon weg. Want ik moest werken en ik had alles zo gepland. Dus ik ging gewoon weg. Ik moest weg. Ik moest gewoon weg. Ik had in mijn hoofd, ik ga gewoon weg. Oké. Ik ging niet eens meer denken aan verlengen, niks. Oké. Dus nu, ik dacht, ja, ik ga lekker weg. Uiteindelijk ging ik niet weg. Ik mag niet weg. Ik ben geweigerd, jongens. Lang vooral kort, ik ben geweigerd. Alles geld, al die moeite, al mijn energie die ik die dag in heb gestoken om naar die stomme airport van Cayenne te gaan, moest ik allemaal weer zetten om terug te gaan naar Suriname. Ik moest terug naar Suriname. Oké, ik moest terug naar Paramaribo. Ik, helemaal huilend, want ik kon niet geloven dat dit met mij gebeurde. Dat die mensen mij zo aan het uitputten waren. En dat ik daar in mijn eentje zat en niet wist wat ik moest doen. En geloof mij, ik ging janken voor mijn tante aan de telefoon. Ik heb die vrouw zoveel stress bezorgd, maar tante Olivia, I love you, oké? Zonder jou? Maar goed, ik heb gehuild, jongens. Ik heb gehuild. Ik dacht, waarom doet God mij dit aan? Ik heb helemaal niks misdaan in deze wereld. Hoezo moet mij dit overkomen? Ik heb die man vervloekt, want die man had geen reden om mij daar te houden. Oké. Kom ik er later achter dat dit blijkbaar de gebruikelijke gewoontes van ze zijn. Die ze gewoon heel vaak uitvoeren bij mensen. Like, ik reis nooit zo. Laat me met rust. Like, niemand heeft tijd om illegale dingen te doen. Like, I got a life. I got a real job. I got a child to take care of, oké? Maar goed, dat terzijde. I was scared, ja. Yeah. Ik was bang. Ik was verdrietig. Ik was zo, ik weet niet, ik was teleurgesteld. I was so sad, you guys. I was so sad. Maar goed. En dan heb ik echt zo in mijn hoofd van, nee, ik weet niet. Maar goed. Anyway, ik ging die dag dus niet meer weg. En toen zat ik weer in Suriname. Na heel veel gedoe en gezeur. En dit verhaal zou ik jullie eigenlijk besparen. Maar ik zag dat de vlog eigenlijk totaal niet goed afloopt. Dus ja. Ik hoop dat jullie nu een beetje begrijpen. En ik ben vervolgens 2 dagen daarna, Brigada snel mijn vlucht veranderd. Ik moest alsnog zo terugreizen. Maar ik ben 2 dagen daarna, moest ik weer alles terug. Al die hele route. Bus, taxi, om een uur lang. Op boot, weer een bus, taxi, bla 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 bla. Ik heb zo erg gebeden. Ik heb gebeden. Met mijn oma gesproken. En gezegd, oma, luister alsjeblieft. Ik ben hier niet gekomen om te blijven. Ik hou zoveel van je. Het is niet dat ik nooit meer terug ga komen. Ik weet dat ik domme dingen in mijn mond ging zeggen. Maar ik weet niet wat ik in Suriname te zoeken heb zonder mijn oma. Misschien was dat het ook. Dat ik echt veel poep praat met mijn mond.
Ik zeg soms dingen die ik niet hardop moet uitspreken. Ja, ik heb er nu van geleerd en ik doe het ook echt niet meer. Maar goed, ik ging echt dingen zeggen. En die dag heb ik echt gezegd van oma, ik begrijp het. Ik weet toch, ik ben niet gekomen om te blijven. En ik kom heus alweer terug. Maar alsjeblieft, alsjeblieft, laat deze mensen me alsjeblieft gewoon naar huis laten. Ik moet naar huis, ik moet werken. En toen kwam ik daar en die mensen waren er niet die me de vorige keer terug hadden gestuurd. Dus ja, ik ging er doorheen en toen kreeg ik bijna weer gezeik met mijn coronatest. Maar toen, ik weet niet, het leek alsof God even een straaltje op me liet. Maar ik weet dat het mijn oma was die dacht van, ai, baby girl, ga naar huis, ga, is goed zo. En toen mocht ik weg, jongens. Ik mocht inchecken, ik mocht weg. En back in Hollanda. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik weet dat het in het begin best wel een zware vlog was. Het was voor mij ook echt zwaar om allemaal te filmen. En toen ik het moest editen, vond ik het ook echt weer super zwaar. Maar ja, ik probeer positief te blijven en ja, mijn oma herinneren met een lach. Heel vaak met een traan. Maar ja, I'm a big baby. En ik hou zoveel van dat ik mis er zoveel. Maar goed jongens, dankjewel voor het kijken naar die vlog. Ik hoop dat jullie het alsnog een superleuke vlog vonden. En Suriname ziet mij gauw weer. Niet via Frankrijk toch, niet via Cayenne. Gewoon rechtstreeks, kans. It ain't for me. You don't do it also, okay?